Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag neem ik een last shoplog op. De vriendin van mijn broer heeft namelijk voor mij naar de Lush geweest tijdens de uitverkoop. Op mijn opdracht om daar een aantal dingen te kopen. Ik weet niet wat ze mee had. Ze mocht alles meedoen die in Shell zelf was. Dus ik heb een super grote zak Lush nu hier staan. In de uitverkoop bij de Lush wordt namelijk, ze doen niet echt een sale, want daar zijn ze structureel tegen, maar ze doen een soort uitverkoop van hun vorige van hun kerstcollectie. Dat doen ze altijd bij het begin van de solden en in 2 weken in de solden is alles weg of zo goed als alles. Dus je moet altijd wel redelijk vlug zijn bij Lush. Dit is de zak die ze meent. Weer een super leuke zak, uiteraard van Lush. Nee, ik ga kijken wat er dat als eerste in zit. Ik weet het nog niet, want ik heb deze zak pas gisteren gekregen en ik heb er nog niet in gekeken. En we gaan beginnen met het eerste dingetje. De Magic Wand Reusable Bubble Bar. Ah, deze heb ik al gezien op social media. Deze. Ik vond die echt super leuk. Ik heb die al verschillende keer gezien. Ik ga moeten oppassen dat het niet heel mijn bureau ligt voor mijn glitter. Je merkt wel dat het stokje iets slap is voor de Bubble Bar. Aangezien dat hij nogal beweegt. Maar dit vind ik echt een super leuk product. Het voordeel van deze bubble bars is dat je ze gemakkelijk verschillende keren mee kan nemen in het bad. Met buispallen is dat nogal moeilijk. Ik ga direct kijken of ik de prijs zie. Het was origineel €8,95 en ik heb daarvoor de helft betaald. Want alles is met 50. Dit is Brightside. Dat was jammer dat ik nu al die etiketjes moet scheuren. Oeh. Oh, deze ruikt zo. Naar sinaasappel. Het ziet er echt super goed uit. Lekker. Dit is een Frans ticketje. Dat is niet zo handig. Deze was €7,50 origineel. Een bal. Oh, ik ben de zakjes aan het scheuren, dat is niet zo. Deze is super goed. Dit is de Over and Over Bath Bomb. Ik kan al zien dat het oranje is van boven, roze van onder en. Oranje van boven, geel van onder en roze in het midden. Maar ik kan niet de specifieke geur zeggen. Ik denk dat die prachtig gaat zijn in mijn bad. Deze Over and Over Bath Bomb. Deze was €5,95. En heel mijn bureau ligt al vol. Vervolgens hebben we deze. Oh, de Snow Sunny Side Bubble. Oh, deze. Ik had die al zien liggen.
Oh, je ruikt echt zo fantastisch goed. En vol geletter. Ja, maar we hangen vol geletter van de Sunny Side en Bubble. Deze was. Ik vind die nu niet. Ja, €7,50. Alles was min 50. Dus. Dit is never mind the ballistics. Oh, die lijkt op de andere, maar hier komt er een iets opdringerige geur van. Heerlijk. En dit is echt zo poederig en dit is meer. Dit is €5,95. Oh, echt helemaal tafel ligt vol. Sherbet dip. Het ziet er wel poederig uit. Goed leuk. Nee, ik ben benieuwd wat het er allemaal in zit. Sherbet dip was de €5,25 origineel. Shoot for the stars. Oh, ik denk dat ik die al ergens een keer heb gezien. Oh ja, die is super mooi. Oh, ik ben benieuwd wat dat gaat geven en wat voor vermogen staan er allemaal sterretjes in. Zullen er dan ook nog van die kleine sterretjes in zitten? Ik hoop het. Oh, ik denk dat die twee niet mooi gaat zijn gemaakt. Ik denk dat ik een paar GoPro's te gaan moeten maken. Shoot for the stars was €5, of ik niet. Yellow, oh, Submarine, die heb ik ooit al een keer gezien. We are in the Yellow Submarine. Ja, ik heb die al op de site gezien. Maar oh, die ruikt super goed, wat zit poeder in mijn neus. Deze was €5,50. Man in the Moon. Ik heb ook allemaal zulke leuke namen. Oh, deze vind ik echt super leuk. Super leuke vorm gegeven gewoon. Oh, en zo'n goeie. Wauw. Dat vind ik ook zo leuk aan Lush. Het is nooit perfect. Echt heel erg leuk. Deze was origineel. €8,50. Butter Beer Bath Bomb. Zou dat dan nog een potter zijn? Butter Beer. Oh nee, ja, dat is deze. Oeh, ik heb die al zien liggen. Oh. Ik zeg nu alles ruikt goed, maar gewoon alles ruikt gewoon goed van Lush. Wauw. En mijn zak begint stelletjes aan ten einde te raken. Butterbeer. Bear was €3,50. Oeh, dat is een goedkoop. Ik heb daar dus maar €1,55 voor betaald. Het is ook wel een kleine. Oeh, dit is ook leuk. Dit is
Geen idee, want het etiketje is nat zo gedaan. Candy Mountain, denk ik. Ja, dat ziet er wel uit als Candy Mountain. Oh, deze ruikt zo goed zoet. Het doet me denken aan een geur, maar ik kan niet geheim houden. Deze is €4,95. Origineel, hè. Prijzen zijn omhoog de originele prijs. Plum Snow. Dit wordt een Christmasie. Oh, wacht, dat doet mij denken aan iets. Ik kan niet zeggen wat, maar ik zou denken aan iets van de middelbare school. Deze is zo mooi. Zoals een kruidenzaakje of zo. Als je in een kruidenzaakje binnenstapt, dit. Lekker. Plum Snow was origineel €8,50. Christmas Eve. Nog een Christmas Eve. Oh, ik heb heel de zak kapot gemaakt. Help. Oké, dat is niet goed, maar... Oh, deze is leuk. Het is zo'n maantje en een sterretje. Hij ruikt ook goed. Heerlijk. Voordeel is van deze shop ook. Ik kan ook mijn lesmandje in de badkamer echt weer helemaal aanvallen, want die was bijna leeg. Christmas Eve was trouwens €5,95. Maar two from petit. En ook deze zaak kregen we altijd maken, uiteraard. Oh nee, toch niet. Deze is zo grappig. Ja, het is lekker mondje. Dit moet mijn thumbnail worden. Heerlijk. Zeg ik van alles hoor. Mijn twee front teeth was... 5,95 €. En de laatste. Christmas cracker. En dan is mijn zak helemaal leeg. Jammer genoeg. Is gebroken. Oh, dat is wel jammer. Aan de andere kant heb je dan nog een keer hetzelfde roze. Oh, heerlijk. Oh, ik vind het wel jammer dat hij boel is. Maar die wordt even goed in bad, want dan leg je toch niet in bad. Het zakje is wel te klein ervoor. En deze laatste was €8,50. In totaal zou ik 98,40 hebben betaald. Maar door dat ze allemaal in saldo waren, heb ik maar 49,20 betaald. En daar ben ik super blij mee. Echt super blij mee. Ik kan weer door met een heel jaar lush. Ik had het idee om een soort in bad video te maken. Waarbij ik dan enkele van deze producten mee in bad neem. Laat zeker hieronder weten welke producten je graag mee in bad zou willen zien nemen. En laat hier in het polletje weten of dat je dat een goed idee vindt. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dus bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren. Dus bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en laat weten of dat jij die in bad video wil zien. Doedels!